Oké, we lezen verder in de pro-sexual roskill van Cicero, paragraaf 27, deel 2, hoe Sextus Roscius gevlucht is vanuit zijn landgoed naar Rome, naar Caecilia, Metella en hoe zij hem heeft opgevangen. Dat gaan we nu lezen. Ea sextum roscium in opem, ejectum domo ad expuls mex suis bonis, fugientum tem latronum telaet minas recepit domum, hospitique oppresso iam desperato quab omnibus opitulata est. Zij, dat gaat dus over die Caecilia. En dan moet ik even heeft als hulpwerkwoord hier vandaan halen. Zij heeft Sextus Roscius in opem, dat is zeg maar berooid, zou ik zeggen zonder een rode cent, oftewel helemaal arm, dat had niks meer. Ejectum domo, domo is een ablativus van verwijdering, dus gewoon letterlijk ex domo, maar bij het woordje ex, sorry, bij het woordje domus en bij het woordje, sorry, en bij de stedennamen. Laat je zo'n voorzetsel weg. Dus dat zeg gewoon uit huis. Dus gewoon domo of Roma. Is uit Rome. Met een ablatieve vorm. Dus uit huis ejectum. Ejectum ppp van ejicere is dus uitgegooid letterlijk. Uit zijn huis gegooid. En expulsum ex suis bonis. Expellere is dus verdrijven uit. Dus hier voelt het woord weer. Dus verdreven uit zijn bonis. Zijn bona hadden we eerder gezien. Dat zijn zijn bezittingen. Zijn spullen, zijn eigendommen. Fugiente, PPA, vluchtend. Waarvoor vluchtend? Krijg je twee leidende voorwerpen. De tela en de mina's. De wapens en de bedreigingen latronum is aan de genitivus meervoud. Die gaat daarover. Een latro is een rover. Dus het zijn dus van, ik denk dus van rovers. Dus vluchtend voor de wapens en de bedreigingen van rovers. Het gaat dus allemaal over die Sextus Roscius en we begonnen met zij heeft Sextus Roscius bla 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 ontvangen domum letterlijk naar haar huis. Het is weer een domo was uit het huis. Dit domum betekent naar het huis en iemand recipere domum betekent iemand in je huis ontvangen, je huis in laten als het ware. Dus vandaar een accusatief van richting. Zij is hem in het huis ontvangen, dit van recipere dus. Hospitique oppresso iam desperato quab omnibus opitulata est. En zij heeft geholpen. Opitulata est komt van opitulari. En dat is een deponens, betekent te hulp komen of hulp bieden. En daarom staat er een dativus bij. Niet zomaar een leidend voorpersoon, het is hulp bieden aan iemand. Dus, en zij vertaalt dus ook dat zij heeft hulp geboden, want het is een deponens. Vertaalt dus ook al zei dat met est, doe je toch met heeft. Zij heeft hulp geboden aan de hospes. Een hospes is niet een hostis, dat is een vijand, maar hospes is een gast. Dus dat is Sextus Roscius junior. En over die gast wordt twee dingen gezegd. Ten eerste, oppresso iam, opprimere, letterlijk onderdrukken. Oppressus wordt het deelwoord, dus onderdrukt of reeds onderdrukt. Dus letterlijk, zeg maar, in het nauw wordt daarmee bedoeld. En desperato omnibus. Sperare is hopen, spes is de hoop, desperare is dus als wanhopen. Als je gewanhoopt bent, dit is natuurlijk een voltooid deelwoord, desperato inderdaad, die is van het woord bij hospiti, maar komt van desperatus. Je bent gewanhoopt, oftewel je bent opgegeven, je bent als verloren beschouwd. En dan een woordje ab erbij, dat bij een passief betekent altijd door omnibus, door allen. Dus door iedereen al opgegeven, door iedereen al als verloren beschouwd. Die heeft zij dus geholpen. Dus iedereen, en dat is een mooie tegenstelling, een antithese hier natuurlijk. Zij heeft gezien dat deze man hulp nodig heeft, want hij is door iedereen is hij verstoten, is hij opgegeven. En zij heeft hem geholpen. Dus desperato en opitulata zijn grote tegenstellende woorden. En Caecilia zit hierin, dat is Ea natuurlijk. Die wordt tegengesteld tegenover omnibus, tegen alle andere mensen die hem opgegeven hebben. Deze zin bevat natuurlijk ook nog andere stijlmiddelen, namelijk even kijken, een tricolon. Heel lang eigenlijk. Het is een beetje een twijfelgevalletje, maar laten we zeggen, je ziet hier twee comma's. Eerst de inopem, comma. Ejectum domo ad expulsum ex suis bonus, comma. Fugientem latronum tele et minas. En dat is natuurlijk een opsomming, allemaal, wat je zegt over Sextus Roscius. Klopt, hier staat natuurlijk adque, en hier staat weer. Met name die adke is belangrijk, want die koppelt ook weer twee
voldeelwoord aan elkaar. Maar omdat er hier geen ad bestaat en hier ook niet, voelt het al voor mij alsof ejectum, domo en expulsum, exuis bonis eigenlijk een soort van één geheel is. Het ad geeft een vrij nauwe band aan, heel veel nauwer dan et eigenlijk. Dat is eigenlijk echt ook twee keer hetzelfde, hè? Dus uit zijn huis verstoten en uit zijn bezittingen verdreven. Dat is eigenlijk twee keer hetzelfde. Dus je kan het beschouwen wat mij betreft als één lid van de drie, van de opsomming. Dan heb je eerst één lid in op hem, dan het tweede van ejectum tot met bonis. En het derde is dan fugi en tem. Nou ja, natuurlijk een tweede lijn in de voor, maar vooruit het is één beschrijving van de sexosius. Dus wat mij betreft is het een tricolon. En dan in dit geval zo van asyndetisch, want je hebt dan twee komma's, dus een asyndeton. Ook al zijn in het midden van die weten dan wel verbindingswoordjes. Natuurlijk om die pathetische beelden die je hiermee oproept, hè, dat hij dus helemaal geen rode cent meer heeft. Hij heeft geen eens een huis meer, heeft geen spullen meer. Hij is ook nog bang voor zijn leven, in dit derde deel. Dat zijn pathetische beelden. Hij wil pathos oproepen, hè, medelijden bij de rechters om hem natuurlijk niet te veroordelen, maar vrij te spreken. En het is eigenlijk ook bijna misschien wel een soort van climax. Hè? Dus het is enerzijds heb je geen geld meer, dan heb je ook geen huis meer, dan heb je bijna ook geen leven meer, bijna. Dus wat betreft noteren we daar ook mooi een climax. Ik ga het gewoon lekker in mijn eigen papiertje er ook gewoon bij schrijven. Goed, dan het laatste gedeelte hier zo. Eius virtute fide diligentia factum est ut hic potius vivus in reos quam occisus in proscriptos referetur. Dit virtute, fide en diligentia zijn ablativi. En dus daarom begin ik het zinnetje even met door. En eus is een genitivus en die zegt daar iets over. Dus dat vertaal ik met haar. Want eus is een genitivus van ea in dit geval. En dat verwijst dus ook naar Cecilia. Dus door haar virtus, eigenlijk dus mannelijkheid, vandaar dapperheid, moed, vandaar deugd en goede eigenschappen. Interessant hè, dus normaal zou ik zijn vorige filmpje ook al. Vrouw met virtus is eigenlijk een rare combinatie, eigenlijk een soort oxymoron, een soort verbinding van twee begrippen die voor de Romeinen bijna niet verenigbaar waren, aangezien virtus afgeleid is van het woord ver, man. Dus hoe je dat nou aan vrouw toewijzen? Maar goed, dat wordt hier toch gedaan, omdat het een bredere betekenis heeft dan alleen maar mannelijkheid. Dus door haar dapperheid of deugd, door haar fide, haar trouw, trouw aan wat dan? Trouw aan de vriendschapsbanden die er altijd geweest waren tussen haar en de vader van Sextus, junior. Dapperheid natuurlijk, omdat ze niet bang is voor de voor repercussies richting haarzelf. En door haar diligentia, en diligentia is iets als oplettendheid, natuurlijk is alert gezien van oké, deze man heeft echt hulp nodig. Is het gefactum, ja, wat is gefactum? Nee, dat is een beetje raar woord in het Nederlands. Is het gedaan, is het gemaakt, is het gebeurd? Verzin maar wat moois. Ut dat. En dan krijg je natuurlijk altijd de cognitiefs achter. Dat heeft een gevolg aan. Is het gebeurd zodat, maar mag gewoon vertalen als is het gebeurd of is het gedaan, kwam het dat. Hic, dat deze hero, weet je, Sextus Ossius junior, veel eer, potius, ik betekent dus als liever, juist, of eerder, of veel eer, of zoiets dergelijks. Levend in reos bij de aangeklaagden, dan gedood bij de vogelvrij verklaarden werd geregistreerd of werd ondergebracht. Nou, moeten we even iets over zeggen. Je weet op de proscriptielijsten, als je daarop stond, dan was je leven niet zeker en kon je gedood worden en werden al die bezittingen geveild. Dat was natuurlijk met de vader van Sextus Ossius gebeurd. Ook al was hij toen al vermoord, hij eerst vermoord en toen op de proscriptielijsten gezet, dat is de verkeerde volgorde. Dus gedood op de proscriptielijsten, hè, tussen de geproscribeerden, de vogelvrij verklaarden. Daar werd hij, geregistreerd, dat is in het Latijn referre. Maar dat gebeurde gelukkig niet met junior, want die werd levend, dat is een antithese met Occisus, bij de aangeklaagden. Hij is nu aangeklaagd voor de rechtbank. Een gedaagde is hij nu. En dat is dan een tegenstelling tot tussen de. Een antithese met de proscriptos. Dus hier zit een mooie antithese. Vivos in reos tegenover Occisus in proscriptos. Niet het lot van zijn vader, maar een beter lot heeft hij getroffen. Dus Potius, heel liever eerder dat.
Maar de volgorde is wel mooi opgeschreven. Dus vivus in reos, kom occisus in proscriptos. Dat is natuurlijk een parallelie. Okay? Het is hetzelfde soort zinnetje. Die eigenlijk de tegenstelling benadrukt hier al. En dan hebben we tot slot hier natuurlijk ook nog een asyndetisch tricolon. Door haar virtute fide diligentia. Dat is een opzomming in drieën, zonder verbindingswoordjes. Hier ook weer allemaal aandacht op vestigen en nadruk opleggen. Dat Herkilia zo'n belangrijke en goede en deugdzame vrouw is. En door die deugdzaamheid, enerzijds leeft junior nog, en anderzijds straalt dat goed af op hem, zoals ik eerder ook al zei. Want als je goede connecties hebt, dan zul je zelf ook wel goed zijn. Dat is een beetje de stelling eigenlijk in dit gedeelte. Waarom die er zoveel nadruk op legt. Goed, tot zover. We gaan natuurlijk later verder met, wat gebeurt er dan nu? Hij is voorlopig even veilig, maar dat kunnen ze hem natuurlijk niet meer vermoorden. Dus zal die inderdaad aangeklaagd moeten worden. Dat wordt het nieuwe plan van zijn vijanden. Daar lezen we later over verder. Tot dan!